Deze aflevering van het Klokhuis gaat over het boek Passievrucht, geschreven door Karel Vlasta van Loon. We zijn hier op de Centuurbaan, ter hoogte van het Servatiepark. En hier wonen de personages uit het boek, namelijk Armin en Monika. En later kwam hun zoontje Bo er ook nog bij. Karel Vlasta van Loon was een Nederlands schrijver, cabaretier en politiek activist. Hij is geboren op 24 december 1962 in Amsterdam. Zijn bekendste boeken waren Lisa's Adem en De Passievrucht. Met het boek De Passievrucht won hij in 1999 de Generale Bankliteratuurprijs en in 1998 won hij nog een prijs met het boek De Liefde Komt Te Laat. Begin 2004 werd bij Van Loon een hersentumor geconstateerd, waaraan hij op 42-jarige leeftijd overlijdt. Naast boeken schreef Karel Vlasta van Loon ook stukken in tijdschriften en artikelen. Armin en Monika hadden al een aantal jaar een goede relatie met elkaar. Samen kregen ze een zoon, Bo. Wanneer Bo 3 jaar is, overlijdt Monika plotseling aan een hersenvliesontsteking. Na de dood van Monika raakt Armin in een depressie en grijpt naar de drank. Armin en Ellen hebben veel steun bij elkaar en groeien steeds meer naar elkaar toe. Ellen was de beste vriendin van Monika en inmiddels ook een goede vriend van Armin. Er hangt een spanning tussen die twee die te wijten is aan een vrijpartij vlak na de begrafenis van Monika. Dit is niet de enige keer dat Armin en Ellen het bed met elkaar hebben gedeeld. Samen met Monika hebben ze een keer een trio gehad, nog voor de geboorte van Bo. Daarnaast is Armin vreemd gegaan met Ellen tijdens de zwangerschap van Monika. Ze krijgen een relatie en voeden samen Bo op. Armin en Ellen hebben een vruchtbaarheidstest laten doen, omdat Ellen zwanger wil worden, maar dat niet lukt. Uit deze test komt een schokkende uitslag. Armin blijkt onvruchtbaar te zijn, altijd al. Dit op zich is al een schokkende ontdekking. Maar wat het nog emotioneler maakt, is dat Armin dacht dat hij een zoon had. Na de ontdekking dat Bo zijn zoon niet is, besluit Armin op zoek te gaan naar de vader van Bo, de dader. Eerst gaat hij naar de ex van Monika. Daarna bezoekt hij de huisarts. Als laatste bezoekt hij Nico, een oude collega van Monika. Deze 3 mannen blijken allemaal niet de vader van Bo te zijn. Armin besluit samen met Bo een weekendje naar Ameland te gaan. Het lijkt hem beide goed te doen. Bo ontmoet een meisje op Ameland en belandt uiteindelijk met haar in bed. Armin raakt hierdoor erg in de war en slaat aan het drinken. Dit loopt uit de hand en eindigt in een ruzie waarin Armin schreeuwt dat Bo zijn zoon niet is. Thuis gaat hij naar het huis van zijn vader die inmiddels overleden is om op te ruimen. Hier stuit hij op een brief van de hand van Monika, gericht aan zijn vader. Ik ben zwanger, M. Armin beseft meteen wat dit betekent. Sanne, we moesten toch het boek lezen voor Nederlands? Ja, ja, ik ben hier een film aan het kijken. Is er een film van? Ja, met Alina Rijn en Nina van Gooi's vrouwen en Carice van Houten. Echt leuk. Eww, ze zijn naakt! Ja, ze zijn echt vet vaak naakt in deze film. En ze gaan allemaal vreemd en ze hebben een trio. Een trio? Ja, met Ellen en Monika en Armin. Niet verknappen, ik zit nog het boek te lezen. Ja, en weet je wat het ook is? Armin is dus helemaal niet de vader van Bo, hè? Dat is dus de vader van Armin. Echt vies. Dus Monika is gewoon met haar schoonvader naar bed geweest. Heel! Sanne, je hebt nu alles verklapt. Ja, nu hoef je het boek niet meer te lezen. Kom, we kijken gewoon de film. Het is veel leuker. Wat blijf je nou? Zie je, het is leuk.